In een poging om het wereldrecord boomknuffelen te verbreken, hebben een aantal boomgekkies zich verzameld om hun liefde voor die ongerepte natuur te uiten. Bomen zijn relaxed. Wow, bomen zijn relaxed. Bomen zijn relaxed. Wij gaan vandaag het wereldrecord boomknuffelen verbreken. Wij zijn fanatiek boomknuffelaars, zoals je ziet. Een keer wat anders dan uw vrouw knuffelen wellicht. Ja. Ja. Een enkele keer loop ik door het bos en dan zie ik een hele mooie boom. En die staat daar heel mooi energie uit te stralen. Dan ga ik er even tegenaan staan. Ik vind het altijd wel gezellig. Ik ben gek van bomen. Er zouden toch wel minimaal 702 mensen moeten komen. En ik zie er een kleine 30. Ja, goed. Misschien dat de andere mensen een beetje hebben van, ja, het is een beetje slecht weer en zo. Ja. Waarom moeten die bomen geknuffeld worden? Ja, ze hebben wel wat aandacht nodig ook. Je wordt gewoon een gelukkiger mens van bomen knuffelen, toch? Ja, een lekker open haardje in de winter is ook wel prettig, toch? Nee, open haard hebben we niet. Mevrouw is van GroenLinks en ik moest mee voor de bomen knuffelen. En nou mag ik straks haar knuffelen. Is er nog een bepaalde techniek nodig om die boom te knuffelen? Ja, volgens mij lopen we een boom af, pakken vast en dat is het. Gewoon jaren we eromheen, denk ik. Eigenlijk was deze boom misschien een beetje dun. Ik ben eigenlijk meer van de grote bomen, maar die waren allemaal al bezet. Ik ga voor de grootste stam en eens kijken hoe ver ik kom. Net zo ver als ik jou.